En het is nu tijd voor Louis om naar de kapper te gaan. En dat is heel hard nodig. Ja, Junior is in slaap gevallen. Ik heb hier een mooi bloemetje. Hij heeft vanmorgen al gefeliciteerd. Jij wil iets? Ja. Ja? Louis is vandaag naar de trimsalon geweest. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Het is donderdag alweer. En ik heb al een lekker kantoorochtendje erop zitten. En het is nu tijd voor Louis om naar de kapper te gaan. En dat is heel hard nodig. Dus die ga ik brengen naar een dorpje verderop. Eline gaat zo werken. Laatste dag van de kermis. Eindelijk, ja. Nee, dat zijn wel leuke, op zich zijn het wel leuke dagen toch, om te werken. Nou, nee, sluiten niet. Nee. Ja. Ja, planning nu is ook weer een uitdaging, maar ik ben al ver. Ja, staat er nog steeds nieuw? Nee, hij is bijna klaar. Ja. En dan weet je hoe dat komt? Omdat er heel veel allemaal nog maar net de rooster hebben. Of nog niet, of wel. Of, ja. Dus het is echt heel vervelend. Sommigen hebben elke week een ander rooster. Het is echt even puzzelen. Dus nog anderhalve maand, dan gaat Roosnel of dicht of minder open. En dan zien we weer wel. Dan wil Roosnel toch nog gaan verbouwen. Papa het over. Dus, ja, ja dan, je moet niet alles tegelijk gaan verbouwen. Want papa wil alles verbouwen. Hij wil hier ook verbouwen. Ja, en dat. En de ovens. En dan zegt hij weer, ja, in de winter hebben we daar tijd voor. Maar ja, we hebben niet in de winter tijd voor vijf dingen te gaan verbouwen. Nee, dan hebben we het ook weer druk. Dan denkt hij dat hij helemaal niks te doen heeft. Ja. Gaat goed komen. Ik ga Louis wegbrengen en dan ja, ben ik zo weer terug. Ik weet niet of ik jou nog zie. Hoe laat ga jij weg? Over half uur. Dan zie ik je misschien nog wel. Je moet om 2 uur beginnen. Ja. Oké. Okay. Zo, het avondeten zit erop. Teddy heeft ook meegegeten. Guusje de vriendjes aan mee eten, maar toen belde die moeder, ja, maar ik heb heel veel gekookt, dus kom bij ons eten. Dus die was verdwenen, dus nou hebben wij heel veel over. We moeten nog wel een bordje maken voor Stan. Stan is nog werken. We zouden met 9 zijn of zo, en ja. Uiteindelijk zaten we met 5. Ja, Junior is in slaap gevallen. Die is gisteren te laat in bed gegaan door heel de avond met een huis vol. En ja, en school, en dat is toch wel weer wennen voor hem. Heel erg wennen. Daar hebben we Nout. En hier, oh, hier is Nout. Lang zal ze leven. Dat was gisteren. Ik heb hem gisteren alleen eventjes in de ochtend gezien, dus. Ja. Ik heb hier een mooi bloemetje. Hij heeft vanmorgen al gefeliciteerd. Ja. Ik kan vanmorgen op kantoor feliciteren. Dankjewel. Zo, dat is een mooi bosje. Ja, dat is een heel mooi bos. Van jou en Teddy. Ja. Zo. Dankjewel. Oh, deze is mooi, hè? Zo'n roze gladiool. Oh, een gladiool. Hoe zei je nou? Een emmeril. Nee, een gladiool. Heel mooi. Papa, deze kind mag je. Ja, roze een beetje en rood. Ja. Ik zei al tegen papa, zo heb ik nooit bloemen. En dan in één keer ja, staat het huis ook vol met bloemen. Ja, omdat je jarig bent misschien. Nee? Ook. Deze die kregen we van mensen die op de visite kwamen. Eentje van toen we terugkwamen van vakantie. Eentje van ons trouwdag. Ja, anders wil even laten liggen. Je zat net alweer televisie te kijken en dan kom je toch nog wat pitsen dan. Toen voor Stan ga ik nog een bordje maken, goed? Ja, Stan moet er nog een. Ik ga hem nou naar het hokje brengen en Stan pak ik op een Roosendaal. Ik heb een bloemetje aan te zetten. En de afwas is mooi voor Sofie en Madelief. En Madelief voor Sofie. Ja, je had de tafel bedekt. Ja. Nee. Ja. Nee. Ik wil eigenlijk nog even wat kantoorwerk doen. Ja. Ja, en ik wel, breng jij die jongens weg, dan ruim ik het al op. Ook goed. Maakt me niet uit. Oh. Kijk maar, jullie, mij maakt het allemaal niet uit. Mij nog niet. Het is wel een bende. Maakt jullie niet uit? Nee. Jullie wel lekker op de af. En 5 pallen. Ik had net helemaal opgeruimd. Had ik eigenlijk gewoon 8 pallen nodig, hè? Echt? Ja, als ik alles gevolgd had wel, maar ik voeg altijd wat dingen samen. Kan je goed, dus wij hebben met z'n 5 een hele tafel op die eigenlijk verlegen was. Ik ga eerst nu nog even zijn bedje brengen. Ja. Dan ga ik een bloem in het wagen zetten en dan ga ik opruimen. Vond je het leuk gisteren, Madelief? Ja. Ja, was leuk. Ja. Hij is vol. Ja. Ja, we waren het kleinste gezin. Leuker dan ik dacht. Wij zijn het grootste gezin, maar we waren het kleinste gezin. Ja, omdat niet iedereen erbij was. Nee.
Zijn wij het grootste gezin? Ja. Hoeveel hebben die anderen allemaal? Hoezo? Ja, allemaal 7 en wij 8. Ja. Eentje eigenlijk 8. Ja. Dat weet je toch? Heb je dat niet gezien? Nou, van de familie Blom. Ik kijk. Een kindje verloren. Nou. Dacht jij ook meegekeken had die Jafsa uitzending? Je hebt ook een paar dingen gezien. Ja, de eerste heb ik ook een beetje gekeken. Ik ga even een bochtje voor stap maken. Ja. Maar ik ga nog wel allemaal terugkijken. Ga jij heel snel jouw harmonie kleren of harmonie? Mag ja. Ik ga heel snel mijn koffer inpakken. En afscheid nemen van Teddy even, want dan gaan we. Yes. Ja? Jij wil iets? Ja. Ja? Papa? Maar ik mag het meestal niet vragen als het vroeg aan is. Nee, vraag maar. Mogen we een ijsje op? Je hebt net een ijsje op. Mogen we een ijsje op? Nee. Je hebt net een ijsje op. Ik was het vergeten. Ja. Ik kwam met een ijsje binnen. Hier. Die was bij meest geweest spelen hier zo, deze mevrouw. En die heeft jou afgezet bij de ijssalon. Want die nam nog een ijsje. En jij kreeg er ook een, of niet? Ja, dat ja, dacht maar ik die al. Mocht ik gratis. Oh, mocht jij hem gratis? Van wie? Van degene die aan het werken was. Oh, ik krijg nooit gratis. Nee, ik moet altijd betalen voor de grondstoffen en de energie. En, Zo, kijk eens. En was het ook leuk op school? Wat is je leuk doen, ja. Ja, toch? Je hebt de leukste leraar van school, hè? Je moet dan ja. Wel even die iPad klaarleggen dat je morgen mee naar school ja, de hebt. iPad van mannen lief doet het niet, dus we hebben al proberen in te loggen, maar het lukt niet. Dus nu zit de meester, neem het er maar mee. Ja. Straks dan heb je die huiswerk weer niet af. Ja, en dan kun je je huiswerk maken op de iPad. Yes. Deze yes. iPad van mij, iPad van mama. Ik weet niet of we het al hadden laten zien, maar Louis is vandaag naar de trimsalon geweest. En Jan heeft hem opgehaald op de terugweg van het ijs draaien. En ja, ik moet toch altijd weer even wennen, Louis, als je geknipt bent. Dan ben je een heel ander hondje. Zie je er heel anders uit. En Jan die was natuurlijk die was klaar uit Etten-Leur en dan komt hij voorbij Hoeven. Dus die heeft Louis even opgehaald. Papa is naar de harmonie. Mama is net klaar met de planning. Mama, hij is al 1%. Jij zit je huiswerk te maken? Alleen ik vind deze som moeilijk. Ja. Goed opletten in de les? Nee, maar dit is zeg maar een som dat ik helemaal niet begrijp wat ze bedoelen. Oké. Okay. Even goed lezen. Geconcentreerd lezen. Eén locomotief kan 4 wagons trekken. Hoeveel locomotiefs heb je nodig voor 24 wagons? Dat is toch niet zo moeilijk? Als één locomotief 4 wagons kan. En je hebt 24 wagons. Dus dat is het. 24 delen door 4. Zes. Ja, 6. Heel goed. Nou, mama gaat nog eventjes verder opruimen. Jij je huiswerk maken. De jongens komen zo terug van de hockey. Papa naar de harmonie. Junior slaapt. Flor en Guusje zijn op de kermis. En dan was dit weer een dagje uit ons leven. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Adoe!